Nou ja, voor sales gebruiken we welbekende Twitter. We hebben een blog, WordPress. We gebruiken Dropbox voor alle materialen. We gebruiken Sketchy om dingen inzichtelijk te maken. Heel simpel. Dus je kan er verschillende buttons creëren. Je home, je producten, je informatie. Dus dit kan je gebruiken om visueel te maken wat je eigenlijk gaat doen voor de klant. En het geeft als voordeel dat je alles wat je verzint heel netjes kan. Dat kan je nog verdelen bijvoorbeeld hier in lopende projecten. En zo kan je eigenlijk gewoon simpel en vrij eenvoudig een basisvoorbeeld van een website in elkaar zetten. Het andere programma is ThinkBook. En in ThinkBook komen alle belangrijke klanten, dus leuke dingen die ik aan het doen ben, leuke gesprekken die ik ga hebben. ThinkBook wordt verdeeld in het proces waarmee we werken, dat is CCS. En dat is het analytische gedeelte, dus kijken waar gaat het over, wie is de klant, wat is hun beginsituatie. Nou, dan een confirmation, en willen ze verandering, willen ze wat doen en hebben ze daar ook daadwerkelijk budget voor en dergelijke. Nou, dan kom je naar de requirements, wat hebben ze nodig, specifications, hoe vertaal je dat naar het product wat je hebt. Wat is er nodig om iets te sluiten en wat moet je daarvoor doen? En maintenance is hoe hou je een klant bij? Het eerste gedeelte is het analytische gedeelte. Ik analyseer een website vooraf, daar heb ik gewoon standaard vragen voor. En dat is gewoon goed, voldoende, redelijk matig. Hè? Dus wat is de kwaliteit van uw design? En dat bekijk ik zelf en daar geef ik een cijfer voor, kwaliteit logo, kwaliteit structuur. Diezelfde analytische vragen stel ik aan de klant. En dan kijk je van, goh, ben je daarmee eens? Hè? Klopt dat een beetje? En van daaruit vraag je of de klant wil weten wat jij ervan vindt. En daarmee kan je heel mooi conformeren waar het project over gaat en wat je samen met een klant gaat doen. En ik denk dat dat gewoon heel erg handig is.